Goedemorgen, ik ben net wakker geworden en het is alweer bijna 12 uur. Ik was best wel vroeg wakker, want Dwayne die ging vroeg naar zijn werk en toen heb ik zijn eten klaargemaakt en zo. Maar ik ben weer verder gaan slapen, want ik ben zo ziek geworden. En ik heb het gevoel alsof het alleen maar erger wordt. En dan heb ik het weer warm en dan heb ik het weer koud. En ik heb echt gewoon goed de griep te pakken vandaag. Maar goed, ik ga vandaag toch vloggen, want ik heb niet genoeg vlogs anders voor deze week. En ik wil natuurlijk wel gewoon de video's online gooien. En ja, misschien dat het ook wel leuk is om te vloggen, want dan zien jullie wat ik een beetje doe als ik ziek ben. Wat ik dan eet en zo en wat ik, hoe ik voor mezelf zorg. Dus ja, dat is toch niet zo heel erg om vandaag te vloggen. Want ja, dat is minder erg dan dat ik echt voor de camera ga zitten terwijl ik gewoon continu moet snuiten. En ja, ik ga er gewoon wat van proberen te maken. Ik ga nog heel even liggen, denk ik. Dan moet ik trouwens ook een video voor Fem opnemen, want die moet vrijdag online. Dat wil ik ook vandaag allemaal gaan doen. En ik moet nog een campagne schrijven, maar dat is in principe zo gedaan als ik er gewoon even de tijd voor neem. Dus ik moet straks wel opstaan. Ik denk dat een douche en ja, gewoon een warme douche me ook heel erg goed zou doen. Of misschien dat ik even in bad ga of zo. Ik ga even kijken zo. Maar in ieder geval, ik ga nu nog heel even blijven liggen. Even op mijn telefoon, een beetje op WhatsApp en zo. En dan kan ik opstaan. Dit is mijn ontbijt voor vandaag. Hier zit in krusli, aardbeidjes en power fruit en pitten. En dan heb ik er nog almondmelk doorheen gedaan. En ik heb er hier een video over gemaakt voor het kanaal van Fem. En ik laat zeg maar de hele dag zien wat ik allemaal maak qua eten. Dus van ochtend tot avond. En dat komt dan in een video op het kanaal van Fem deze vrijdag. Dus die staat nu al waarschijnlijk. Of nee, die staat nog niet online. Die staat dan 's middags, vanmiddag online voor jullie. Dus dan moet je maar even op het kanaal van Fem kijken als je dat wilt zien. Ik ga heel even in bad met deze Mother Superior van Lush. Dit is van de Moederdag collectie. En dit is een bubble room, dus die ga ik straks gewoon lekker in bad leggen. En dan ja, even relaxen. Kijk, je moet op thee. Klaar. En ik heb lekker veel schuim vrij, dat vind ik ook wel lekker. En hij ruikt heel lekker, voor zover ik het kan ruiken. Want mijn neus is echt helemaal verstopt. Maar ja, ik ga gewoon lekker even relaxen in bad. Ik ben net uit het bad gekomen. Ik heb denk ik echt in totaal een uur of zo gelegen. En daarna heb ik nog gedoucht en zo, even op mijn gemak. En het is nu alweer bijna 4 uur of zo, geloof ik. Dus ik heb niet zo heel erg veel kunnen doen vandaag, behalve dat ik even lekker ging ontspannen. Want ik voel me gewoon niet lekker. Dat heb ik net vanochtend ook al verteld. En dat is nu wel iets minder, omdat ik in bad heb gezeten. Kan je alles even loslaten. En ja, ook gewoon met je douche ga je natuurlijk stomen. En dan komt alles al wel een beetje los. Dus, nou ja, in ieder geval iets meer opgeknapt dan vanochtend. En ik heb ook wat make-up aangebracht. Want anders voel ik me al helemaal ziek. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dat als je niks op je gezicht hebt en je bent ziek en je moet de deur uit, dat je dan denkt van Dus nee, ik ga zo meteen boodschappen halen. Want ik heb niks in huis om avonds, voor avondeten. Dus dat moet ik even doen. En Dwayne die eet op zijn werk vandaag. Want ja, hij werkt tot 9 uur. Dus dat scheelt weer. Dan kan ik iets maken wat snel klaar is, wat gezond is. Want hij houdt sowieso niet van pasta en zo. En dat vind ik super snel en makkelijk om te maken. Dus ik denk dat ik dat ga doen. En ik eet nu trouwens mijn brownie die ik gisteren heb gemaakt. Wow, focus. Dit is de zoete aardappel brownie. En ik heb hier een recept over online staan op mijn YouTube kanaal. Die staat online de dag voordat jullie deze vlog zien. Dus die kunnen jullie nog terugkijken. En dit is gewoon letterlijk zoete aardappel brownie. Dus een brownie gemaakt van gestampte zoete aardappelen. En je proeft die zoete aardappel echt niet gewoon. Het is, ja, je proeft meer de cacao en alsof het gewoon een smudgy brownie is. Die wat gezonder is dan normaal. Er zit geen suiker in, er zit geen boter in. Alleen kokosolie en agavesiroop. Kokosstukjes, zoete aardappel en cacao. En nog een ei en meel. En that's it. Dus het is een hele gezonde variant van brownies. En ik heb wat aardbeidjes opgelegd. En dat vind ik wel lekker, omdat het een beetje zuurig proeft. En dit ja, is voor mij nu even een soort van snack tussendoor. Dus dat ga ik lekker oppeuzelen. Ik ga nu even de woonkamer opruimen, want kijken hoe het eruit ziet. Allemaal chips en zo van gisteren. Want Wendy was gisteren voetbal kijken hier met de jongens. En dan laten ze gewoon alles liggen. Nee, wij zelf hoor. Ze willen het altijd wel opruimen, maar dan zeggen we nee, het hoeft niet. Maar ik heb gisteravond dus niks meer opgeruimd. Dus dat ga ik nu even doen. En dan kan ik gelijk even stofzuigen en zo. En dan is het huis gewoon weer netjes. En dat vind ik wel fijn, omdat ik dan gewoon lekker chill op de bank kan eten straks. En niet dat ik nog naar die rommel hoef te kijken. Dus ik ga even opruimen. Ik zit nu in de
auto. Ik ben onderweg naar de Boni, want ik ga boodschapjes halen. En ik heb namelijk niks in huis voor de pasta die ik vandaag wil gaan maken. Ik wil zo meteen zalmpasta maken met roomsaus. En Dwayne die eet, zoals ik al zei, niet thuis. Dus dat is voor mij wel fijn, want dan hoef ik niet iets aparts te maken. Want ja, hij houdt in principe wel van pasta, maar hij heeft nooit zalmpasta gegeten ofzo. Dus ik denk niet dat hij dat gaat opeten als ik het maak. Hij is best wel een lastige eter. Maar ja, het is dus gewoon alleen voor mij vanavond. En ik vind het super chill, want ik heb zeg maar mijn camera nu tussen mijn raam en mijn dashboard ingezet. En heb ik dat klapschermpje uitgeklapt. En nu blijft hij gewoon goed zitten. Dus ik kan gewoon tijdens het rijden tegen die praten zonder dat ik mijn handen van het stuur af hoef te halen. Ik ga nu denk ik ook even langs de autowasstraat. Want onze auto die hoorde zwart te zijn. Maar hij is nu echt helemaal vies en grijs aan het worden. Dus ik ga gewoon even die auto er doorheen halen. En dan is hij weer schoon. En de binnenkant is ook best wel vies geworden. Omdat ik nu de hele week de auto van binnen niet heb schoongemaakt. Dus ja, dat ga ik maar even doen. Ik ben weer thuis, terug van boodschappen doen. En ik wilde eigenlijk naar de wasstraat gaan, maar die was dicht. Dus ik kon er niet doorheen. Dan zou ik hem zelf even moeten afspoelen met een hoge drukspuit. En daar had ik niet zo heel erg veel zin in. Dus het komt wel een andere dag deze week. Maar ik heb wel boodschappen gehaald. En ik ga, zoals ik net ook al zei, zalmpasta maken. En dit is alles wat je nodig hebt. Oh, ik pak even de camera anders vast. Cherry tomaatjes. Zalmfilet, of echt die dikkere zalmfilet, kan je ook gebruiken voor grovere stukken. Maar die hadden ze niet bij de Boni. Dus ja, een beetje veel. Maar deze was er wel. Spaghetti, uien, spinazie en kookroom. En een klein beetje knoflook. Maar die ligt in de la. Dus die ga ik zo even nog pakken. En dan ga ik nu eten klaarmaken. De zalmpasta is klaar. Zoals je kunt zien heb ik hier cherry tomaatjes doorheen zitten. Spinazie, ui, knoflook. En wat zit er nog meer doorheen? Oh ja, gewoon specerij heb ik er doorheen gedaan. Zoals peper, zout en een klein beetje aromat. En ja, spaghetti ligt eronder. Heel lekker, simpel. Ik was echt binnen een kwartiertje klaar of zo. Dus als je recept trouwens hiervan wil zien, moet je even op het kanaal van Fem kijken. Vanmiddag om 3 uur staat daar een video online hoe ik dit heb gemaakt. Want ik had het gelijk gefilmd voor Fem. En ik ga nu lekker opeten, want anders wordt mijn eten koud. En ik ga gewoon lekker op de bank eten. Want Dwayne is toch niet thuis. Meestal eten we aan tafel. En soms ook niet hoor. Maar vandaag eet ik gewoon lekker op de bank. Omdat er leuke programma's op tv zijn. Dus ja, ik kan er lekker van gaan genieten nu. Ik ben net klaar met eten en mijn buik zit echt propvol van die pasta met zalm. Die combinatie is zeg maar heel erg machtig. Maar het was super lekker, dus dat ga ik zeker vaker maken. Het was ook nog eens heel erg simpel, dus dat vind ik wel fijn. Gewoon een snelle, gezonde en lekkere maaltijd. Ik ga zo meteen alleen nog even een sinaasappeltje eten, schillen en eten. En dan denk ik dat ik maar mijn bed in ga kruipen. Ik moet nog wel één video editen, dus dat kan ik straks even snel doen voordat ik ga slapen. En ja, gewoon lekker op tijd slapen, zodat ik morgen weer topfit ben. Want morgen komt mijn neefje hier, dus dan moet ik de hele dag oppassen. En dan vind ik het ook zo zielig als ik hier suf op de bank lig en niet met hem kan spelen en zo. Dus dat is wel een goed plan. In ieder geval sorry dat het zeg maar een beetje een saaie vlog was misschien voor jullie. En ik weet dat ik me eigenlijk niet hoef te verontschuldigen, want jullie vinden het vaak alsnog leuk om te zien wat ik doe. Maar dit was gewoon echt zo'n typisch thuisblijfdagje, omdat ik gewoon ja, ziek ben en dan wil je niet te veel doen. Ik had eigenlijk een afspraak bij mijn naaldsalon, maar die had ik afgezegd omdat ik dan helemaal naar Amsterdam moest. En ik wist niet zo goed hoe het dan zou gaan en zo. Maar ik merk wel dat ik me steeds zeg maar, gedurende de dag wat beter voel. Dus hopelijk is morgen echt helemaal minder, dat ik gewoon wat fitter ben en zo, dat ik me beter voel. Dus nou ja, we zien het morgen allemaal wel. Ik ga in ieder geval denk ik bij deze alvast de vlog afsluiten. Anders vergeet ik dat voordat ik ga slapen om te doen. Want ik weet hoe het gaat. Dan ben ik moe, dan wil ik gelijk slapen. Dus dat is een no-go. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond om te zien. Bedankt voor het kijken en ik zie je snel weer in mijn volgende video. Doeg! Brownie kunt maken. Dit is een super lekker recept en ook nog eens heel erg makkelijk en snel om klaar te maken. En alle informatie en ingrediënten zal ik hieronder in de beschrijving erbij zetten, want ik ben namelijk een beetje ziek, dus ik kan niet te veel praten, want dan loopt alles eruit. Maar ik hoop dat jullie het alsnog heel erg leuk vinden om te zien en ik wens je veel plezier met kijken.